Ja. Zo, Marl, vast tegen mij. Alsjeblieft. Inazi-pannenkoeken. Vis. Jawel, vis. We worden wel herkend op straat, zelfs in Spanje werden we herkend. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. Het regent heel hard en Merel is net op de fiets vertrokken, dus ik hoop dat ze een beetje droog nog aankomt, maar dat zal wel niet. En jullie boffen, want jullie mogen met de auto. En ik ga vanmiddag afspreken. Ga je afspreken? Oh, nou, dan moeten we even kijken hoe we dat doen dan, hè? Mag ik ook afspreken? Ja, ik ga vragen wat ze mij dan kunnen afzetten hier op de kerk. Nee, we kijken wel hoe we het regelen. Het is altijd wel iets te regelen, hè? Ik heb al een keer met iemand op een camping afgesproken. Ja. En als het dan droog is, is dat niet zo erg. Maar als je allemaal afspreekt en we zitten hier met z'n allen binnen, dan is het een beetje krap, hè? Mm-hmm. Iedereen klaar? Ja. Nou, Flo, je jas nog aan? Ja. Noutje, of was je tas? Ja, heb jij? Guusje, je tas pakken? Madeliefje, je tas? Madeliefje, je tas? Ja, Madeliefje, je tas. Madeliefje, je tas. Madelief, pak je tas even, schatje. Madeliefje tas. Madeliefje tas. Ja. Madelief. Nou, veel plezier op school, schatjes. En tas. Goed je best doen. Nou, mama en ik zitten nu in de auto. En ik was om 2:00 op school uit. En het is nu al 3:30. En Merel is dus nu uit. En Merel heeft nog last van haar schouder, maar ze had vandaag een piepjestest gedaan. Zo'n test op school, voor de gym. Ja, en eigenlijk mocht ze niet rennen, maar ja, ze is weer lekker eigenwijs. En nu heeft ze er nog meer last van, maar ze heeft wel een 10. Ja, anders moest ze hem inhalen in de proefwerkweek, na een proefwerk. Maar ze zei, dan ga je niet sneller rennen als je alleen rent. Met een groep dan word je zeg maar, opgetrokken om door te rennen. Maar ja, dat is natuurlijk niet slim van haar, want ze mag eigenlijk helemaal niet sporten, maar ja. Eigenwijs en net was het altijd niet meer aan het regenen, maar nu is het weer aan het regenen en vanochtend was het super hard aan het regenen. Hè? Dus ik was met de auto gegaan en ik ben net uit school. Ben ik even naar huis gelopen. Ik mocht bij iemand achterop. Dan ben je niet gelopen. Ja, gefietst. Ik mocht bij iemand achterop, want ons huis is toch heel dicht bij school. En nu gaan we naar de camping. En vanavond is weer avondvierdaagse. En voor de rest eigenlijk niks bijzonders, hè? Ja, ik hoop dat het droog is vanavond. Ja. En wat gaan we eigenlijk eten? Oma die kookt voor jullie, hè? Wat? Oma kookt. Ja, maar wat weet kookt? Ik niet. Oh. En Merel hadden we vanmorgen niet weggebracht, want jij was de eerste uur vrij. Ja. En Merel niet. En toen waren we eigenlijk net te laat om te vertrekken, maar naar school, dus die is door de regen gegaan. Maar die gaat misschien zo meteen wel met papa dan mee terug. Ja. Even kijken wat handig is. En we zijn nu al bij op de camping, maar voor de rest gaan we eigenlijk niks bijzonders meer doen. Ja, ik heb ook een leuk pakketje achterin staan, ga ik hem meteen uitpakken. Gekregen. Van wat? Ja. Yeah. Stel maar alvast tegen mij. Nee. Alsjeblieft. Ik mag het wel weten, hè? Ja. Een verrassing. Nee. Anders gaat zo meteen iedereen al, maar ik vind het gewoon leuk als ik het al weet. Het is een pakket met bioscoopkaartjes. Voor welke film? De nieuwe film. Duk, of zoiets. Yes. Ik weet niet welke film het is, maar die is wel echt voor. Die is zeg maar ook voor jullie leeftijd leuk, geloof ik. Gaan de kleintjes daar ook naartoe? Ja, dus wel voor alle leeftijden. Oké. Okay. Vanaf 6. Vanaf 6, denk ik. Oh. 6 jaar. Okay. We moeten zo even lezen, want ik weet het ook niet precies. Ik heb ze maar even snel gekeken. Nou, we zijn alweer bijna bij de camping. Net toen ik begon met vloggen waren we net vertrokken. Waren we nog thuis, ja. En nu zijn we er alweer bijna, dus camping is ook eigenlijk hartstikke dichtbij. Ja, en daarom kunnen jullie ook gewoon naar school, hè, vanuit... Ja, het is niet zo heel ver fietsen. Als je snel fietst, 10 minuutjes, maar ik doe meestal iets van 18 minuten over. Echt heel snel fietsen, 10 minuten. De meeste kant wel snel, hè? Nee, ja, maar vorige keer deed Merel er een half uur over. Vanmorgen ging ze pas om 12 over 8 weg of zo. Nee, 18 over. Ik ben benieuwd of ze op tijd was. Ja, nou. Wat heb je mee? Ja, er is nog een pakketje binnengekomen voor jullie. Jongens, allemaal. Ja.
laatste kaartjes voor Duk Duk. En weer kleurwedstrijd. Ja, ja, weer kleur. Kijk eens, er zit van alles in. En wat is dit? Weet, ik weet het niet. Dit is leuk. Kijk, hè, laat het zien uit. Nu mag ik eens. Oh, dit is ook zoiets. Bioscoop. Dit is leuk. Bioscoopkaartjes. Ja. Oh, dan kan je vissen. Ja, ik heb ook twee eentjes. Ja, dat is zoiets. Zijn... Wie gaat het even voorlezen? Volgens mij zit er een brief bij. Met je naar de film doen. Nou, laat nou het maar een keertje voorlezen. Jij mocht hem de volgende keer al voorlezen, denk ik, hè? Hier, nog maar één. Beste nagelkerkjes, ontdek het liefde en familie in alle soorten en maten. Komt in de gloednieuwe animatiefilm Duk Duk. Duk Duk is vanaf 3 juli te zien in Nederland, in de Nederlandse bioscopen. Graag nodigen we jullie uit... namens Just Four Kids uit om naar Just Four Kids. Just Four Kids uit om naar deze spannende animatiefilm te gaan. Maak kennis met de karakters uit deze film door het Duk Duk hengelspel te spelen. Veel kijkplezier. Groetjes, Rosanne. Nou, dat is leuk. Is het Duk Duk oh, kijk jij ja, hier. Dit is het spel. Er staan ook allemaal namen op. Wie moet... Misschien moet je... Staat erbij hoe het spel moet. Lily. Of nee, daarop. Benza. Daar zijn nog meer papieren daar zo. Ben. Ja. Nee, daar staan de namen op. Oh, zo. Lenny. Dit zijn tekeningen. Lenny. Zouden die... Oké, okay, ik ga grabbelen. Zouden die eentjes bij in die film ook zo heten? Ik denk het wel, ja. Grappig. Ja, ik heb een eentje. Mag ik eens? Mama, de oog is eraf. Ik heb Mo. Nee, maar die laat even. Is wel leuk gedaan met dat stro. Kijk eens. Woehoe. Allemaal paardenstro. Maar die gaat. Ja. Nee. Naast gaat er. Ruikt lekker. Ja, ik zie dat ding niet. Hier dan achteraan. Dan pak ik deze. Ik heb hem bijna. Dat is echt moeilijk. Wacht even. Ja, dat Duk Duk, dat Duk Duk is net zo'n soort film volgens mij als Hotel Transylvania en zo, zeg maar. Van die makers volgens mij. Je kan ook Ja, nu ben ik. Wat heb jij? Leni. Kom wisselen. Mooie jongen. Moe. Ik heb Leni. Deze mist een oog. Mama, ik heb we kunnen een misschien wel. Ja, mag het ook zo. Hierna ben jij. We kunnen alle drie mama, kijk twee hoe lang. Keer grabbelen. Mama, kijk hoe lang. Oh ja, je kunt nog langer en korter maken. Ja. Dus je kan... Hoe je Benny? Hoe Lily. Ja, ja, kijk, hier staan de namen. Lenny, V en Mo, ja, Ben. Ik heb Lenny. Ik heb Lily. Ik heb Lenny. Lily, nog Kim Lian van der Meij. Banzo, Johnny Krijkamp. Lisa Sips. Lisa Sips zit er niet bij. Ja, nee, maar dat zo heet die actrice. Oh, die doet de stem dan, hè? Die doen dat dan in het spreken. Wie heeft de stem Lily? Moet je even kijken. Staat erop? Lisa en Sips. Lily is Kim Lian van der Meij. Kim Lian van der Meij. Even kijken. Jullie zijn... Bofkonten. We hebben ook al de film Casper en Emma. Deze staat er niet bij. Ja, daar gaan we binnenkort naartoe. Deze staat er niet bij. Wie staat er niet bij? Lenny. Jawel? Daar. Oh ja. Patrick, hebben we Patrick? Ik heb schildpad. Nee, we hebben Patrick niet. We hebben alleen en wat is Banzo? Ja, dat is een kat. Het moeten er 7 zijn, want ik tel er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. 1, 2. Zijn er 7? Ja, het zijn er 7. Er zit geen Patrick bij. Hoe kom je daar nou bij? Zo, nee, Patrick. Kijk, dat doet diegene van Mo. Die stem wordt gedaan door Patrick. Patrick en dus die door het eentje Mo. Patrick doet de stem van Mo. Dus Patrick is geen eentje. Ja. Mama. Dat is een kip. Is leuk voor carnaval. Dat is een kip. Oké, als eend. Welke heb ik gevangen? Jij hebt Vie. Ik heb Vie gevangen. Mag ik Vies? Nee, ik wil... Hallo allemaal! Wij zijn de nagelkerkjes! Oh, maar dat is allemaal niet.
Wat fijn dat je er bent. Papa en mama die gaan lekker uit eten. Woensdagavond. Ja. Niet bezorgen. Oh ja, ook nog, ja. Ja, ja, ja. En we moeten nog naar Roosalterse Storing met de cashkeeper. Ik wil mee. Oh. De avondvierdaagse. Ja. Ik wil ook mee. We hebben heel veel geluk met opa, want die gaat voor ons de avondvierdaagse lopen. Ik ga het niet vergeten. Papa, mag ik met jullie mee? Nee, je gaat de avondvierdaagse lopen. Nee, dan ga ik toch niet lopen. Nee, je gaat niet met ons mee. Je mag nog wel een keer met ons mee. Ja? Mag ook een keer nog een keertje met jullie mee? Ik kan ook. Maar jij lust niks. Wat gaan jullie eten? Kies jouw veel. Nee. Het enige wat ik niet kan ik wel spinazie, pannenkoeken. Vis. Vis. Ja, maar paling en kibbeling. Maar... Joch. Ik wil eigenlijk voor het witte. Ik lust bijna alles. Jij lust alles. Ja. Junior lust ook alles. Junior is heel veel mee geweest, stel maar. En jullie eten lekker soep en poffertjes, hoorde ik. En een avondvierdaagse. Merel komt er ook aan. Alsjeblieft, ik sta helemaal klaar. Mama! Pech, pech. Mama, hij is kapot. Oude schatje. Wat is hij zo aan, ja? Op eco en op 180. Dat is de beste. Ja, zo doe ik, zet ik hem op de tijd. Oh, pas op Junior. Houdoe! Schatjes! Oh, 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 oh. Junior wil ook mee. I love you. Junior. Junior. Doe maar zwaaien. Nou, hij is afgeleid. Ja? Ik zijn niet allemaal in onze auto. Je bent er met kaartje 2 opgereden. Of 1. Ja. Ja, moet ik mijn sleutel niet laten? Papa. Nou, heb ja. Gewoon papa, als ik mee ga, kunnen ze met de Mimi. Wij gaan met de Lili, die brood in. Moet ik mijn sleutels wel bij hebben? Oh ja. Ja, dat vroeg ik. Ik heb jouw sleutels hier. Oh, die heb jij, zie je wel. Junior gaat niet mee, Merel gaat niet mee. Sis. Ja. En de oppas komt niet heel vaak in beeld. We hadden uitgelegd, die staat niet graag in de belangstelling, een beetje verlegen. En dat respecteren wij. Dus af en toe zie je ze voorbij komen. Sophie zit allemaal vragen te beantwoorden, heel de tijd al dat wij aan het rijden zijn. De kinderen hebben geen verkering. Op Insta? We worden wel herkend op straat, zelfs in Spanje werden we herkend. Zelfs wel grappig. Leuk setje zijn jullie. Ja, dankjewel. Ja, wij vinden het ook nog steeds leuk samen. Oh, waar gaat hij weer? Oh, hij valt even weg. Ja. Wie heeft er voor Jan de baas? Ik krijg heel die vraag, wie heeft er voor Jan gewerkt of voor Jan de baas, maar ik snap hem niet zo goed. Ik denk niet. Eline heeft geen vriend. Ik ga het... Jan gaat het brood alvast uitlaaien. Brood uitlaaien. Als jij de vragen erbij stelt. Dan, ja, kom je misschien wel in de vlog met je vraag. Ja, Madelief is... bij een huis vol komt hij een beetje... chagrijnig of negatief over. Madelief is een heel leuk meisje. En, wel op haar manier. Veel temperament. En een hele eigen wil. Maar het is echt heel leuk. Heel leuk meisje. Niemand heeft er voor Jan gewerkt. Jan heeft zelf gewerkt vandaag. Wat willen jullie nog doen met je leven? Nou, ik vermoed dat er nog wel een paar bedrijven bij zullen komen in de toekomst. Dat is toch echt ons ding. Het leukste vind ik een bedrijf opzetten, helemaal inrichten, mensen aannemen, zorgen dat het draait en dan weer door naar het volgende. Jan is meer van op één bedrijf richten en zorgen dat daar alles goed gaat. Dus dat is een beetje het verschil tussen ons. Wat wil Merel studeren? Dat weet ze niet. Ze heeft al rechten genoemd, ze heeft verloskundige genoemd. Ze heeft geen flauw idee. Oh, heeft Eline een vriend en die heet Erik? Ja, dat hoor ik wel vaker, maar ze zegt zelf er niet. Hey Pien. Hoeveel bedrijven hebben we? 4. We hebben bakkerij, Nagelkerken, Oudenbosch. IJssalon, Maddy's, Roosendaal. IJssalon, Maddy's, Oudenbosch. En Choco Atelier, Oudenbosch. Nou, we hebben wel opleidingen gedaan. We hebben PABO gedaan en Jan heeft MEO gedaan en baksopleiding. Dus we hebben wel onze opleiding afgemaakt. We hebben geen geloof. De kinderen
kinderen zijn ook niet gedoopt en geen communie gedaan. Maar Lief vindt het heerlijk op school, heeft een hele leuke juffrouw. Ik ga vragen zo meteen aan Jan wat het verschil is tussen de eierkoeken. Blijf de dag op vieren wel buiten de goed. We hebben de Buddenbrugs gezien en Papetier en zijn echt allebei hartstikke leuke gezinnen. En je hebt heel veel raakvlakken, omdat je allebei met een groot gezin hebt je heel veel te vertellen. Dus het was echt heel leuk. Je had nog een vraag voor mij, hoorde ik. Ja, het verschil tussen gewone eierkoeken en Brabantse eierkoeken. Brabantse eierkoeken zijn lekkerder, maar dat weet ik niet. We hebben gewoon Brabantse eierkoeken, zachte eierkoeken. We hebben ook brosse eierkoeken. Dat is nog het recept van mijn opa. Waarom ben je niet christelijk? Ja, zo zijn we niet opgevoed. Dus dan, dan neem je er automatisch een beetje over. En ik vind alle geloven hebben wel iets ook waar ik me eigen in kan vinden. Of iets waar ik me niet in kan vinden. Ja. Dus nee, wij voeden onze kinderen ook zonder geloof op. Maar als zij later zelf iets willen kiezen waarvan zij vinden dat bij hun past, dan is dat prima. Wij zijn op de terugweg naar huis. Het is inmiddels precies 10 uur. We hebben heerlijk gegeten. Zo lang geleden dat we geweest waren. Meestal gaan we naar het restaurant. Vandaag gaan we naar het lab. Moet je dan uitleggen wat het verschil is tussen lab en restaurant? Leg jij het eens uit. Chef-kok heeft 2 restaurants. De een heet restaurant en de ander heet lab. En lab heeft 1 ster, restaurant heeft 2 sterren. En lab is doet hij een beetje uitvinden wat hij in zijn 2 sterren... Het is wat meer lounge-achtig. Ja, lab is wat vlotter. Ja. Restaurant zit je op van die gedekte tafels. Het leuke is natuurlijk als je al een aantal jaar bij dezelfde zaken komt, dat je de mensen die er werken ook leert kennen. En dat is altijd wel leuk. Even een praatje maken. Ja, ze weten al wat voor wijn dat ik lekker vind. Dat Sofie geen vis eet. Over half uurtje ongeveer thuis. Bakkerij wel gedaan, dus we hoeven niet meer naartoe. En morgen is Jan vrij. Hè? Ja, lekker. Ja. Lang geleden. Ik echt al een maandje 6 dagen in ieder geval. Nou, wat langer denk ik. Maar ja, dat is altijd, kom op met vlagen en... Vrijdag ben ik op zich... Oh nee, vrijdag ijsdraai. Ja, ijsdraai. Zaterdag ben je op zich vrij. Alleen bezorgen. Ja. Het is geen hockey, omdat het Pinksterweekend is. En het komt in vlagen. Dus ook als periodes in de winter dat er geen ijs is of wat dan ook. Dat Jan 3 dagen in de week thuis is. Ja. En er zijn weken dat Jan geen 1 dag thuis is in de week. En dat is... Ik ga er altijd vanuit dat hij er niet is. Qua... planning met kinderen, halen, brengen, oppas, noem maar op. Als ik er wel ben, heb je geluk. Ja, dan hebben we geluk en dan hebben we tijd extra. We hebben hele rode gezichten van die lampen hier allemaal. Oh, en de remlichten volgens. Ja, en stoplichten, alles is rood. Ja. En, dus ik ga er altijd vanuit dat je er niet bent. En als je er wel bent, is het meegenomen. Dan morgen gaan we naar Roosendaal. Dat hadden we eigenlijk maandag willen doen. Maandag waren wij 19 jaar samen. En toen dachten we, dan gaan we naar het café waar we ons eerste afspraakje hadden. En toen heeft Jan mij s'avonds verkering gevraagd. Ja, nog echt. Echt verkering gevraagd. Toen dachten we, dan gaan we daar naartoe maandag, op de dag zelf dan, 19 jaar geleden. Dan gaan we daar lunchen, dan gaan we dat plekje toe. Ja, dat doen we morgen. Ja, want we hadden maandag iets waardoor het niet ging. Ja, dus morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe wel een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe.